hebben we hier staan. Weet u al wat het is? Ja, dat is hartstikke mooi, hè? Dit is een apparaat dat, u ziet hier misschien ook achter mij een groen kastje staan. Dat ziet u nu niet in beeld. Maar er staat hier achter een groen kastje en dat is een... Het heeft te maken met onze riolering. Dat kastje dat meet wat de stand van het water is, zodat dat niet in oppervlaktewater terecht komt. En deze voorziening hier achter ons zorgt ervoor dat die helemaal zelf van stroom wordt voorzien. Dus niks aan kabels op elektriciteit, maar goed, je ziet dat er hier een groen soort van propellertje achter, als het ware, achter zit. Een verticale windmolen. Exact, maar om het even heel simpel te houden, die gaat al bij het minste geringste wind, draait die al. En er zitten ook zonnepanelen bij, dus dit is een hartstikke mooie, als het ware, een soort primeur die we hier hebben. En er komt er ook nog eentje in Bornebroek, dus wat willen we nog meer? Dit is de eerste in Nederland, hè? Ik heb zoiets begrepen, dus wat dat betreft al hartstikke leuk natuurlijk dat ik als wethouder duurzaamheid dan ook nog eens een keer hier getuige van mag zijn. Daar ben ik heel blij mee. Maar vooral ook, je ziet als het ware dat we op het gebied van duurzaamheid nu echt stappen willen zetten. We hebben natuurlijk een programma duurzaamheid waar we hard aan werken. En als dan tegelijkertijd voor de grote opgave waar we voor staan, voor zonne-energie waar we flink mee aan de slag willen. En ook de discussie rondom windenergie gaan we natuurlijk niet uit de weg. Maar als dan dit soort kleinschalige toepassingen gelijk ook in die richting zitten, is dat natuurlijk hartstikke mooi. Dus ik ben er heel erg blij mee. Prijstechnisch is het ook geweldig, want een stroomaansluiting kost €3700 voor het kastje. En die paal die kost €3500. Dus het is al een geweldige financiële besparing, toch? Dat gelijk ook al, maar hij wekt ook energie op. Hè? Dus wat je natuurlijk ook kan gaan doen, en daar gaan we ook naar kijken, hoe we met dit soort voorzieningen bijvoorbeeld ook onze verkeersregelinstallaties misschien eenvoudiger van stroom kunnen voorzien. Dat is natuurlijk gewoon kostenbesparend. Want ook deze energiekosten die moeten natuurlijk ergens uit vandaan komen. En als dit dus een apparaat is dat het allemaal vanzelf opwekt door de natuurlijke bronnen, daar zijn we alleen maar blij mee.